Goed, lieve volgertjes, we gaan vandaag een mooie omelet maken voor de lunch. Met champignons en paprika en een beetje lekker vlees erin. En dat gaan we eerst even doen. Ik denk dat dit een beetje veel is, dus hoppakee. Even 10 minuten in de airfryer. Zo. Oké, de Mexicano is klaar. Hij mag even afkoelen. Zo, die gaan we later gebruiken. We gaan eerst even dit opzetten. Gas kost toch niks tegenwoordig. Hoppakee, en wat bak en braad, nog wat. En dan gaan we champignons snijden. Nog een paar. Het duurt wel heel lang zo. Komt allemaal nog wel. De champignons moeten het langst, want die moeten slinken. Zo. Hoppakee. Er blijft als het goed is niks van over. Heel weinig in ieder geval. Jongen, ja, het ziet eruit als best een heleboel. En de laatste. Zo. Nou, dan doen we dan maar even een dekseltje op. Kan dit weg. Champignonnetjes. Oh. En dan hebben we nog een paprika. Een boren vol met vitamintjes en antioxidanten en andere dingen die goed voor je zijn. Zo. Oeh, dat gaat goed. Zo, even een beetje roeren. Maar dat heeft echt nog wel even te gaan hoor. Yeah.
Het leek goed te gaan. Gaat het ook wel. Klooi en gezooi en gedoe. Groene paprika is nooit mijn favoriet geweest. Anyway, zijn we er? Ja, bijna. Dat is het nog. Het witte stukjes eruit. Oh, hier zitten nog wat zaadjes in. Wacht even. Zo. Nou, dan gaat het weer goed met die zaadjes. Jongen, jongen. Gedoe en geklooi allemaal. Oh, man, man. Er ligt er ook nog eentje achter, hier. Zo, hè. Daar zijn we. Eens even kijken. Oh, dit gaat al beter. Dit gaat al beter. Kijk maar eens eventjes. Nou. De paprika. Lampje erbij. Kijk eens. Had ook wel met de turbojoekser gekund, maar ja. Dan wordt hij weer vies en zo. Zoveel werk is het allemaal niet. Al die stukken maar gewoon af. Dit er goed uit. Dan zorg ik het zelf. Tijd voor een plaatje. Zo. En nou de eitjes. Mm.
Nou, het gaat wel goed gevuld omelet worden hoor. Ben je niet bang. Nou, is er even wat misgegaan qua ei. De rest van de Mexicano gaat ook erin. Kijk dan eens eventjes. Ja, misschien wel iets te kleine stukjes, maar... Ja maar dan. Zo dan. Nou, wat varkensvoer. Mooi hè? Lekker man. Zo. Dat mag een omeletje worden. Veel te weinig ei man.